Vandaag ga ik ziek veel monstereieren openen. De eerste twee monstereieren. Ik ben zo benieuwd wat ik ga krijgen. Ik hoop echt dat het iets goeds is. En de eerste is een mutatie. En welke mutatie is het? Het is die van Rosa. Die is echt heel leuk volgens mij. Ik vind mutaties echt leuk. Ik weet niet waarom. Ik hoop op nog één. Oké, dit is de mutatie van... Ik hoop echt dat het een goede is. Het is die van Mandy. Die is volgens mij ook heel erg leuk. Je hebt zoveel monstereieren. Dat is echt heel chill. Oké, volgende starter. Wat gaan we krijgen. Episch, dat is best goed volgens mij. En het is een spelerspictogram. Die vind ik echt heel erg leuk. En nou is ook een mutatie. Weer een mutatie. Dit is zo'n leuk beeldscherm. Het is Eve. Hebben we nog twee monstereieren? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, we hebben nog twee monstereieren. Het lijkt heel even. Dat is niet heel chill. Oké, ik hoop op iets goeds. Episch, dat is best wel goed. En het is weer een spray. Of weer een spray. Ik had helemaal geen spray. Daarvoor 200 coins. Dat is best chill. Op dit account heb ik Squadbuster Shelly nog niet eens gekleed. Maar laten we eerst de monstereieren doen. Oké, ik ben heel benieuwd. Zeldzaam. Wordt het zeldzaam? Nee, het wordt episch. Wordt het nog mythisch? Nee, het wordt geen mythisch. Zeldzaam. Ik ben heel benieuwd wat dit wordt. Weer een mutatie. Dat is zo leuk. Oké, ik ben heel benieuwd. Wat gaat het worden? Het wordt hier van Stoe. Stoe, dat vind ik ook een hele leuke knokker. Oké, de volgende monstereieren. Wat zal het worden? Ik ben heel benieuwd. Ik hoop op iets leuks. Oké, zeldzaam. Let's go. Zeldzaam. Dat kan weer een mutatie zijn. Dat is er weer een. Kom op, laat iets goed zijn. Het is Nita. De mutatie van Nita natuurlijk. Want uit deze eieren kan je geen knokkers krijgen. 100 blinken. Dat vind ik ook best chill. De laatste twee monstereieren. Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Oké, dit is zeldzaam. En het blijft zeldzaam natuurlijk. En het is een mutatie. Dat vind ik zo leuk. Frank. Oké, de Frank mutatie. Die is vast heel erg leuk. En dit is krachtpunten. Die zijn ook heel erg nice. Squadbuster Shelly's claimen. Deze skin is zo leuk. Kunnen we allemaal in de comments spammen? Ik hou van Squadbuster Shelly. Dank jullie wel. Oké, we hebben hier hele mooie spelerspictogrammen en sprays en zo. Maar die zijn voor een andere keer. Oké, hier hebben we iets gratis 100 dingen. Dat zou ik wel heel erg waarderen. Want ik heb Squeak. Die ben ik aan het ontgrendelen. Inderdaad. Dat zou ik heel erg waarderen als ik die zou kunnen krijgen. 79 eieren ga ik dan weer niet kopen. Nou, ik zou het best kunnen doen. Ik ga het gewoon doen. Voor de club ga ik het gewoon doen. Oké, hier hebben we zeldzaam, super zeldzaam. Wordt het mythisch? Nee. Het werd niet eens episch trouwens. Hier is de mutatie van Ash. Die is vast ook heel leuk. Oké, zeldzaam. 100 coins. Oh, ik had wel verwacht dat ik een mutatie zou krijgen. Weer 100 coins. Wat is dit nou weer? Oké, mutatie hier. Inderdaad, we hebben een mutatie. Welke mutatie? Is het Carl. Carl vind ik leuk. Carl vind ik heel leuk. Dat vind ik een leuke knokker. En hier gaan we natuurlijk door. Oké, hier hebben we weer een zeldzame. Ja, inderdaad. Dan hebben we weer een mutatie. Ik heb zoveel mutaties. Mutaties vind ik echt leuk. Jammer dat ze niet zo heel lang blijven. Maar goed, dat maakt natuurlijk ook niet heel veel uit. Oké, hier hebben we heel veel eieren weer. Zal ik er nog een paar kopen? Nee, dat kan ik niet. Oh, dat is wel jammer. Ik had ook een skin kunnen kopen, maar dat ga ik niet doen. Volgende account check. Iemand gaat heel veel monstereieren openen op dit account. Ik ben het. Ik bedoel mezelf. En iemand gaat ook heel veel mutaties krijgen. En dat ben ik ook. Pam. Oké, die is best leuk. Hier nog een zeldzame. En dat is weer een mutatie. Oké, ik ben benieuwd. En het is die van Rosa. Die vind ik heel erg leuk. Oké, nog meer eieren. Welke zouden het worden? Ik ben zo benieuwd. Ik wil super veel eieren. Oké, dit is super zeldzaam. Dat was 100 bling. Dat vind ik best prima. En hier krijgen we dan weer monstereieren. Oké, ik ben heel benieuwd. Ik wil zo graag leuke. En dit is die van, kom op, laat een goede zijn, Belle. Ja, het is die van Belle. Ik vind deze monstereieren zo leuk. Ik vind ze leuker dan Stardrops. Oké, hier is super zeldzaam. Nou, prima. Ik zit nu op een ander account. Ik ga zo meteen monstereieren openen. Maar nu Squadbuster Shelly claimen. Squadbuster Shelly is zo leuk. Ik wil echt dat Squadbuster uitkomt. En als je Squadbusters downloadt, gebruik dan code TBBJTB. We hebben een eigen code in Squadbusters. Ja. Oké, ik ga nog meer eieren openen. En nu de eerste. Oké, ik hoop dat het episch wordt. En het wordt episch. Dat vind ik heel erg fijn. Oké, het is... Oh, ik weet niet eens. Die heb ik helemaal nooit gezien. Nog een keer episch. Ik zit op een epische streak. Snap je? Dank jullie wel, dank jullie wel. Oké, hier hebben we een zeldzame. En dat vind ik heel erg leuk. Oké, hier hebben we nog een zeldzame. Super zeldzaam zelfs. Oké, de 100. Dat vind ik best prima. Nog eentje van dit account. En dit account brengt geluk. Want ik had twee epische achter elkaar. Nu heb ik dan een goede mutatie. Let maar op. En het is die van Carl. Oké, dat is best prima. Nu super zeldzaam. Oké, dit zijn de laatste twee. Dus dit is de laatste. En dit is die van Lola. Oké, dat is heel erg nice. Ik ga nu van account switchen. Maar eerst heb ik nog een starter. En uit die starter erop krijg ik super zeldzaam 50 bling. Dat is niet heel goed. Ik ga een skin kopen en het wordt die van Jessie. Dat vind ik wel heel erg leuk. Oké, hier. En het is deze. Het is een liefdeskin en dat is leuk natuurlijk.
Daar ben ik weer, maar dan op een ander account. En hier gaan we weer superveel monstereieren openen natuurlijk. Episch, en dat vind ik leuk. En het is een mutatie. Is er eigenlijk verschil tussen een epische, zeg maar, monsterei-mutatie en een normale monstereimutatie? Ik hoop van wel. Want anders is een epische en die andere startup gewoon exact hetzelfde. En dat zou oneerlijk zijn, maar goed, soms is het ook oneerlijk. Zeldzaam, en dat wordt een epische en geen mythische. Dat is jammer, hier weer een mutatie. Oké, ik hoop dat de goede is nu. En het is die van Bus. Ik heb geen idee wat die doet. Ik hoop iets goeds natuurlijk. En hier krijgen we weer een zeldzame. En dat is dan een mutatie van Brok. Brok. Brok vind ik een leuke knokker. Ik zei 3 keer achter elkaar Brok net. Nou ja, maakt ook niet uit natuurlijk. En hier krijgen we dan een super zeldzame. En weer een mutatie. Ik zeg het mutatie nu echt 3 keer achter elkaar. En in deze video misschien wel super veel. Oh, ik krijg een legendarische. Wat een legendarische. No way. En ik krijg een skin. Een skin van Brok. Kunnen we allemaal commenten? Gele Super Ranger Brok is super leuk. Dat waren heel erg veel woorden. Hier hebben we ook nog 2 mooie spelerpictogrammen en een pin. En daar ben ik heel blij mee. Heb ik nog meer Monster Eggs? Nee. Ik heb hier een gratis Bus. En dat is heel erg chill. Want Bus had ik op dit account nog niet. En daar ben ik heel erg blij mee natuurlijk. Oké, Bus. Mythisch natuurlijk. Hij is van de chromatisch naar mythisch gegaan. En ik krijg hem hier gewoon gratis. Een mythische knokker. Dat is heel nice. Kan ik trouwens nog eieren kopen? Want dan kan ik verder komen. Nee, dat kan ik niet meer. Maar hier heb ik natuurlijk wel van die monstereieren. En dat is heel erg chill. 6 gratis monstereieren. 6 gratis monstereieren. Here we go. Oké, zeldzaam. En het blijft zeldzaam. Dus we hebben weer een mutatie. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Oké, mythisch. Mythisch, wat zeg ik? Frank. Mutatie. Ik haal de mythisch en mutatie even door elkaar. En dit is Nita. Die had ik volgens mij al een keer gekregen. Episch, mythisch, legendary. Nee, geen legendary. Maar het is wel een knokker of een skin. Een skin van GT Max. Oh nee, het is Streetwear Max. Dat vind ik wel heel erg top en nice. Oké, nog een zeldzaam. Kom op, laat dit een goede zijn. Het is die van B. Oké, B. Nou, B's mutatie is volgens mij niet zo goed. Die heb ik op mijn hoofdaccount en die is gewoon niet zo goed. Dit is episch. Kom op, wat is dit? Wat is dit? Een mutatie. Is dat een goede mutatie? Kom op, laat een goede mutatie zijn. Penny, ik weet niet of die goed is. Oké, we gaan weer monstereieren openen. Ik vind het echt leuk om al deze eieren te openen natuurlijk. Het lijkt op Pasen, want daar open je ook heel veel eieren natuurlijk. Goeie grap? Nee, waarschijnlijk niet. Oké, hier krijgen we een mutatie. En het is die van Colt. Wat doet die van Colt? Ik ben daar echt benieuwd. Nou, daar ga ik nog een keer mee spelen. Oké, we krijgen hier coins en nu nog meer. Oké, ik ben heel benieuwd. Ja, ik hoop gewoon dat we weer een mutatie krijgen. Want mutaties vind ik eigenlijk leuker dan een skin. Tenzij die legendary is, want dat vond ik wel leuk. Dat ik die Brok skin kreeg, die vond ik heel lijp. Oké, Stu. Stu vind ik een leuke skin. Zeldzaam. Hier, mutatie. Weer een mutatie. Ik zeg het woord mutatie echt 1000 keer in deze video volgens mij. Dat vind ik wel grappig. En bij deze volgende 2 ga ik het waarschijnlijk weer heel vaak zeggen. Want we krijgen hier een zeldzame. En dan is het weer een mutatie. Dus dat is 1001. Nee, grapje natuurlijk. Oké, tik krijgen we hier. Die is heel nice. 1002, ja, mutatie. 1002. Nee, grapje. Nee, niet 1002. En het is die van Shelly. Shelly's geweer schiet 2 keer. Is dat niet een beetje te overpowered? Dit is het laatste account, maar eerst Squadbuster Shelly claimen. Deze skin blijft leuk. Ik ga Squadbuster Shelly op 900 trofeeën spelen. Is dit slim? Nee, natuurlijk niet. Maar ik ga het wel doen. Oké, ik moet dit potje kunnen winnen. Oké, 900 trofeeën is natuurlijk wel heel hoog. Nou, ik ga even kijken wat ik ga doen. Eerst, ik ga niet voor die kistjes, want dat vind ik eng. Want iedereen gaat daar naar het midden rushen en dan ben ik dood. Deze Bus hier zou ik wel kunnen killen. Oké, Bus, Escapato. Jou moet ik kunnen killen. Jou moet ik kunnen hebben. Oké, nee, laat maar. Ik ga weg van die Bus. Ik ga alles avoiden of ontwijken, zeg maar. Vermijden wat er gevaarlijk is. Want ik heb geen zin om dood te gaan. En ik denk dat jullie dat ook niet zo leuk zouden vinden natuurlijk. Oké, hier in het midden. Ik ga misschien al die kistjes pakken. Oké, daar is een Jackie. Nu moet ik erop gaan. Want die verspeelt als een schoten. Hier, kom op Jackie. Ik ga jou killen. Oh, let's go. Kom het allemaal even. Jackie ging dood, maar had wel zijn best gedaan. Want dat verdient hij. Want hij had bijna al die kistjes. Toen lachte ik het. Dus ja, hij verdient het wel. Dat is wel zo aardig. Oké, die Search hier, die kan ik misschien killen. Ik hoop het. Oké, Search, jij gaat dood. Jij gaat dood door mij, want ik ben pro. Oké. Search, of vind ik eng. Ik ga gewoon die shorts even weg. Search, ik zeg search, dat is niet helemaal goed. Ik ga gewoon even weg van die search. Oké, ik ben heel benieuwd. Die search zit nu daar. Dat vind ik heel erg eng. Oké, ik ga gewoon hier wachten en dan tot die search iedereen killt. Oké, waar zit die? Oké, die search heeft volgens mij iemand gevonden daar. Dat vind ik heel chill, want het is 6 knokkers over met deze cirkel. Dat is volgens mij heel erg veel. En niemand gaat elkaar killen, dus ik moet een beetje meehelpen. Maar ik zie alleen die search, zou ik die gaan hitten. Oké, hier zit een Bus en een andere guy. Oké.
oké, dat zijn dingen. Oké, die gaat dood door die Surge. Dat vind ik heel chill. Surge gaat echt volgens mij mij killen, want hij pakt veel meer krachtpunten dan ik. Daar gaat een Edgar met Hypercharge weg. Die overleeft het niet, toch? Nee, dat doet hij niet. Oké, die Shelly en die Surge zijn als laatste over. Surge, kill die Shelly. Alsjeblieft, kill die Shelly. Oké, dit vind ik heel eng. Ik ga voor die Shelly. Oké, ik mis bijna alles. Shelly heeft ze super, dat vind ik eng. Heu, hoe miste ik die? En ik pak hem hier. Surge, kom op. Surge, de job is aan jou. Je moet hem killen. Let's go. Oké, nu moet ik die Surge gaan killen. Surge, waar zit jij? Surge, Surge, Surge. Ik zoek jou en ik pak je hier. Ja, let's go. Ik had hem eerder, ik had hem eerder. Oké, ik ben nummer 1 volgens mij. Ik had hem namelijk eerder. Ja, let's go. Oké, ik hoop dat ik nu boven 900 kan komen. En dat gaat vast ook wel lukken, want ik ga weer dezelfde tactiek toepassen. Namelijk gewoon niet in de aanval gaan. En als iemand de kistjes pakt wel gaan. Oké, hier zit de Carl. Dat vind ik niet leuk, want Carl's die zijn irritant. Dus dat zijn gewoon irritante spelers. Accepteer het. Oké, hier zo. Die ga ik gewoon lekker killen. Oké, nee, laat maar. Dan kill ik hem niet. Oh, gelukkig heb ik die heal gadget of gadget star power, want anders was ik nu dood geweest. Er komt een bus zich hier mengen en een search. Oké, ja, ik ben gesandwiched. Ik ben dood. Ik ben officieel dood. Oké. Ik moet hier gewoon gaan ontwijken en dat ga ik ook doen, want ik ben pro. Oké, nee, dit vind ik eng, dit vind ik eng. Carl, ga weg en Surge, jij zou ik ook wel waarderen als jij weggaat. Oké, ik ga die Carl even wegjagen, zodat hij low wordt. En Carl, die is hier dood. Oké, let's go, Carl is dood. Nu moet ik alleen nog Surge killen en dan ben ik helemaal vrij. Om te gaan en staan waar ik wil. Nee, oké, die moet ik even killen en die killen. En nu Shady nog killen. Oké, ik heb er gewoon 3 gekilled. Dit is heel lijp. Oké, ik moet dit ontwijken. En ik ontwijk het ook. Stel ik win dit. Oké, nou, nee. Ik ben nu knokbal gegaan. Want ja, ik weet niet. Knokbal is gewoon veel leuker natuurlijk. Oké, ik hoop dat we dit kunnen winnen. We spelen tegen een Dynamite Jackie en een Bibi. Volgens mij, als ik het goed had. Ja, inderdaad. Die Thor Bibi is trouwens wel een hele lijpe skin. Die wil ik ook een keer krijgen. Maar goed, hier die Dynamite hebben. En die Bibi hebben we hier ook. En ik kill meteen iedereen. Oké, dat is heel erg chill. Mensen, als je tot nu toe kijkt, dan zeg je even Isaac is pro. Dat zou ik waarderen. Dat zou ik heel erg waarderen. Oké. We hebben hier gescoord en we gaan er nog geen scoren. Of tenminste, als het aan mij ligt, dan gaan we ze nog een keer scoren. Maar als het aan hun ligt, dan gaan zij waarschijnlijk nog een keer scoren. En dan pakken we die. En ik ben 1 HP. Ik heb wel mijn hyperkracht. En als ze hem gewoon killen, dan... nee, wat doet die Mortis? Die Mortis had gewoon zijn super in kunnen zetten. Dan hadden we gewonnen. En nu winnen we niet, want die Mortis, die kan gewoon helemaal niks. Nee, oké. Nu, dit hadden we wel mogen scoren. En nu hebben zij de bal en dan... door die Mortis zijn we niet meteen gewonnen. Maar ik heb het gevoel dat we dit toch nog gaan winnen. Let maar op. We kunnen dit gewoon nog winnen. Oké. Als die Bibi even full attack gaat, dan ga ik full attack op deze Bibi. En die Mortis, die kan hem daar hebben. Oh, Mortis saved hem daar wel heel nice. Oké. Hij had misschien daar net kunnen scoren. Maar dit is ook nice. Oké. En hier is die Bibi. Oké, jammer. Ja, ik kon mijn super niet gebruiken. Anders had ik waarschijnlijk het muurtje gesloopt. Want ik auto-aim altijd mijn super. Oké. Mortis, ga alsjeblieft hier weg. We staan hier nu met z'n drieën. En dat lijkt me niet heel handig. Want die Dynamite heeft super. En die Jackie heeft hyperkracht. Oké, kan ik ze killen? Oh, we hebben dit toch heel ziek uitverdedigd. En als die Bibi hem even killt. Oké, nu moet ik uitkijken voor die Dynamite. Kan ik die Bibi hier pakken? Nee, dat doet. Wie killt die? Wie killt die Bibi? Ik ben er echt benieuwd naar. Ik denk dat ik dat deed. Ik weet het niet zeker. Oké, nu ben ik benieuwd. Gaan zij scoren? Kom op. Ze kunnen scoren. Ze zijn best goed volgens mij. Het zijn redelijke spelers. Dus score alsjeblieft. Oké, ik ga hier naar voren. Kom op. Ik heb geen vooruit. Dus gadget, die is ook gewoon niet goed. Oké, hier zo kan ik die killen. Die heb ik gekillt. Oké, dat is heel top. Oké, Bibi, Bibi. Ja, nice. Nu moet die Bibi even die andere Bibi verdedigen. En die moet ze ook. Oké, ja, hier gaan we dood, man. Hier. Nee, hier scoren ze. Dit was dom. Dit hadden we gewoon kunnen verdedigen op zich. Maar dat deden we niet goed. En dat is gewoon dom. Als we dit potje nog verliezen, zou het echt zonde zijn. Want we waren echt goed dit potje. En die Mortis, die pakt hier 2 tegelijk. Oh nee, 1 tegelijk. Dat is heerlijk. Maar hier pakt hij de 2 tegelijk. Of tenminste, ik doe dat eigenlijk. Oké, nou, Mortis. Ja, mooi. Wij kunnen scoren. Toppie. Oké, hier gaan we dan opnieuw. Ik ben heel benieuwd. Oké, kom op. We moeten nu een volgend potje doen. Ik zit nu boven de 900 weer. Dat is zo chill. Ik zat echt ver onder de 900 volgens mij. Volgens mij op 889. Nou ja, ver. Ik zat best ver onder de 900. En nu moeten we dus terug zien te komen. Oké, tegen dit team. Dit is een Leon, een Bull en een Edgar. Ja, dat kunnen we ook wel winnen, toch? Dat gaan we natuurlijk ook proberen. Oké, hier zo zitten ze. Ze zitten daar tegenover. Dat vind ik eng. Dat vind ik heel eng. Oké, kom op. Oké, die Leon hier. Die Edgar heb ik gekillt. Oké, die Edgar heb ik gekillt. Dat vind ik heel top. En nu die Leon nog. En dan kunnen we gewoon scoren. Oké, die El Primo's daar. Die zou daar best wel eens dood kunnen gaan. En dat gaat die ook, denk ik. Oké, ik moet gewoon de muurtjes lopen. En dat doe ik ook. Oké, die Leon gaat dood. Kom op. Zo deze Edgar. Oh nee, deze is nog een Boel. Als we die Boel hebben, dan kan het wel. Nee, die Boel is niet.
schiet die bal weg. Oké, nu is het wel lastig. Die Bibi heeft nu wel de bal. We zijn met z'n drie. Maar zij zijn ook met heel veel. Dat vind ik eng. Oké, bam. Ik ga dood. Nee, ik dacht even dat ik mijn super kon inzetten. En dat, wat doe ik ook? Wat doe ik ook? Oké, als die El Primo dit kan klutsen, zou het wel heel lijp zijn. Maar dat gaat hij waarschijnlijk niet doen. Want het zijn er echt zoveel. Oké, Edgar, jou ga ik hier killen. Let maar op. Edgar, kom hierheen. Oké, nou, Bibi, alsjeblieft, hou dat tegen. Oh, die Edgar probeert ook een trickshot. Hoezo zou je een trickshot proberen in zo'n map? Dat is niet zo slim. Oké. Hier zo, nu heb ik mijn hyperkracht. Nu kan ik ze allebei killen, maar deze ga ik bewaren voor een keer bij de goal. Want nu lijkt het me nog niet super handig. Oké, nu ga ik het gewoon doen, want anders verdedig ik het niet. Kom op, ik moet een super krijgen. Ja, die krijg ik. Oké, dat was een beetje verspinning. Want ik schiet hem op die Leon, ik had hem beter op die boel kunnen schieten. Boel, jij gaat dood. Oké, ja, bam, we hebben het nu. Die hele goal is open daar en we zijn hier met z'n drieën. Oké, ik moet het toch gewoon kunnen scoren. Ik zal even wachten, dan kunnen zij het afleiden. En dan ga ik nu gewoon lekker scoren. Oké, en bam. Nee. Oh, ik ben echt dom. Ik ben echt slecht. Oh, wat doe ik? Ik had hem zo goed in de goal kunnen schieten. Dan hadden we gewonnen. Ik zit op 900. En nee, zij hebben gescoord. Oké, dat ging een beetje fout bij mijn telefoon. Ik weet niet wat er gebeurde. En ze gaan nog een keer scoren nu, denk ik. Oh nee, dit is zo jammer. Ja, ze gaan nog een keer scoren. We hadden hier gewoon moeten winnen. We hebben hier een star drop. Oké, ja, nou prima. Oké, hier hebben we best wel goede spelers. Nou, best wel goede prima spelers. Laten we zeggen prima spelers, niet best wel goede. Want ja, dan gaan we verliezen als we dat zeggen. Ik ben trouwens Edgar gegaan. Ik weet niet. Ik vind Edgar een leukere knokker dan Boel. Oké, jou ga ik killen. Inderdaad. Oké, we hebben een goede start hier. Dit is wat minder. En die gaat mij niet killen. Ik kan hier jumpen. Nee, ik jump de verkeerde kant op. Dit is dom. En ik schiet ook twee keer mijn super helemaal verkeerd. Wat doe ik? Oké, ik ben terug. Hier kan ik misschien die search killen. Oké, dit is verspilling van mijn gadget. Dit is harde verspilling van mijn gadget. Oké, nu moet ik uitkijken. Nou, misschien was ik dan wel dood geweest. En dan kan ik dit niet verdedigen. Ik hoop dat ik dit kan verdedigen trouwens. Nee, ik kan het niet verdedigen. En ja, daar gaan we dan. Waarom? Oké, hier zo. Nu moet ik even naar deze kant toe. Want hier zo zitten die gasten niet. En nu spring ik nu jumpen. En dan gewoon zoveel mogelijk damage pakken. En ik pak helemaal geen damage. Ik denk 13 damage heb gepakt. Oké, dat is niet best. Dat is een ongelukkig getal. 12 damage heb gepakt. Nou ja, anders gaan we dit potje verliezen. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar ze hebben gescoord. Laat maar. Ze hebben niet gescoord. Ik dacht echt even dat ze hadden gescoord. Oké, deze moet ik kunnen killen. Hoe kill ik ze niet? Even serieus, hoe kill ik ze niet? Oké, nu moet ik wel even uitkijken. Oké, Jackie die gaat daar rennen. Dat vind ik niet leuk. En nu hebben we gescoord. Oh, nu hebben ze wel gescoord. Ah, wat doe ik nou ook? Oké, hier moet ik wel even uitkijken. Oké, hier gaan we. Boel. Ik ga winnen met Boel nu. Edgar was geen goede keus. Misschien Boel wel. En hier pak ik een kill. En ja, daar gaan we meteen. We hebben meteen gepakt. Zal ik deze muurtjes lopen? Nee, want anders schiet hij. En dan heb ik hem super verveeld. Goede keuze, want hij schoot meteen. En anders had ik me super wel echt hard verspeeld. Oké, hier moet ik wel even uitkijken. Waar zit zij? Zij gaan daarheen. Dan kan ik nu via deze kant ontsnappen. Nee, net niet. Maar hier kan ik wel mijn super inzetten. En oh, dit is een heerlijke goal. Ook heerlijk afgemaakt. Ja, dat is hetzelfde als een goal. En nu kunnen we het volgende potje goed gaan spelen. Heb ik nog enige rewards? Nee, ik heb geen rewards. Oké, nou, volgend potje. Dit potje gaan we echt ziek goed spelen. En weer hetzelfde doen. Ik denk dat dit potje 20 seconden was. Het was echt een kort potje. Dus ik hoop dat we dat kunnen winnen. Oké, we spelen tegen best wel goede spelers. Volgens mij alleen maar tanks. Zijn het allemaal tanks? Ja, allemaal tanks. Nou ja, Edgar is echt geen tank, maar het is wel een tank. Hier kan ik niet mijn super inzetten. Dat zou ik ook niet doen trouwens, want het zou een beetje verspilling zijn. Mijn team gaat daar volgens mij wel goed. Wij hebben trouwens ook allemaal tanks. Als je Edgar meerekent als een tank. Trouwens, Shady is geen tank. Nee, we hebben één tank en dat ben ik. Oké, hier moet ik even uitkijken. Oké, Shady, die kan ik hier wel pakken misschien. En die pak ik ook hier. En Edgar, die kan ik niet pakken. En zij waarschijnlijk ook niet. Nee, ja, let's go. Ze hebben die Edgar gepakt. Oké, nu moet ik uitkijken. Hij geeft die bal perfect aan mij. Ik denk niet dat het de bedoeling was. Maar ik vind het helemaal prima. Oh, wat doe ik? Oh, dit ging helemaal verkeerd. Maar nu zit er wel een gat, zeg maar, in die muurtjes. En dat is best chill. Oh, die Fang, die had net niet daar kunnen schieten. Als die had kunnen schieten, dan had hij zeker gezeten. Oké, nu moet ik uitkijken. Edgar, jij gaat dood. Jij gaat eraan. Edgar, ja, let's go. Oké, nice. En ja, hier ga ik wel dood. Maar die Fang, die pakt hem. Ja, let's go. Oké, ga naar voor. Nee, niet doen. Nee, niet doodgaan. Oh, en die Shelly heeft alle muurtjes gesloopt. Nu ben ik wel terug, gelukkig. Oké. Nu moet ik echt uitkijken. Zij gaan daar naar voren. Die Edgar gaat daar naar voren. Zou ik mee kunnen gaan naar voren? Zal ik mijn super inzetten? Nee. Oh, ik moet niet weer missen. Ja, ik ga gewoon een super dashen.
En dat doe ik ook gewoon bam. En, oh nee, die Edgar staat precies... Ja, oké, nu wel. Let's go. En nu die tweede, want we hebben vaker verloren dan gewonnen, volgens mij. Als je die video nu nog kijkt, moet je even vertellen... heb ik vaker gewonnen dan verloren of andersom. Ik hoop die eerste natuurlijk, want ja, anders ben ik slecht. Oké, die pak ik even. Ja, die heb ik. Oké, nu moet ik uitkijken. Ga ik gewoon dashen? Ja, let's go. Dit hebben we. Oh nee, stomme Edgar. Ja, oké, Edgar die past die bal daarin. Dat was niet slim. Let's go. Gescoord. Ja, inderdaad. Oké, hier de stats. En het waren... Nou, 5-3 vind ik best prima stats. En hier mythisch. Wat mythisch. Oké, wat krijgen we? We krijgen Melody. Oké, dat is best prima. Dat vind ik echt een hele lijpe skin. Vooral, ja, ik weet niet. Maar het is gewoon een mythische starter. Op vind ik sowieso al nice. En dan die skin krijgen vind ik nog nice. Maar mensen, abonneer, druk op dat belletje. En als je dat niet wil, dan doe je dit niet. Maar kijk wel elke keer onze video's. Like de video en comment natuurlijk, want het is een extreem lange video. Dat zou ik wel waarderen als jullie dat doen. Moet ik vaker lange video's maken? Ik ga het wel doen, denk ik. Maar abonneer en doe.